Jongens, sorry voor de slechte belichting, zie ik hier. Maar ja, ik ben op de zaak. Dus ik moet het maar even zo doen. Ik moest een paar spullen halen, zoals gewoonlijk. Kaarsen voor de zaak. En ik zag nog een paar andere leuke dingen. Dus die heb ik toen. Oh, mijn haar zit niet. Ook meegenomen. Oh, mijn haar zit niet. Maar goed. Oké. Nou, dat gezegd hebben, jullie kunnen liken. Abonneren kan. En laten we maar snel beginnen, want er is een kinderfeestje in de café straks. En dan heb ik geen tijd meer. Goed. Nou, ik heb gebruikelijk mijn Kleenex neusdoekjes. Mijn neusliep. In de Action. Sorry. En ik dacht, in de auto, altijd handig om het erbij te hebben. Voor mijn 79 cent. Dan, waar ik eigenlijk voor ging, is ik ging dus eigenlijk voor deze snowspray. Daar willen we de ruiten van de restaurant mee versieren in verband met de kerst. Sneeuwspray en die was voor 1,59. Dan wil ik ook mijn make-up tasjes die in mijn grote tas zit. Nou, als ik dat zou doen, wat heb ik in mijn tas? Wat zit er allemaal in mijn tas? Nou, zou ik zelf stellen achterover vallen van alles en nog wat. Maar goed, heb ik deze Cosmopolitan make-up tasje verkocht. Het is vrij groot voor een beetje nettere inrichting van mijn tas. Indeling, zou ik moeten zeggen. Dus die gekocht en die was voor 3,95. Dan heb ik voor mijn partner, want ik had er al in, zoals jullie in mijn vlog zagen, de min 25 Celsius screenwash ruitensproeier, want die heb je echt deze dagen nodig. En die was voor 3,79. Dan zijn gebruikelijke 3-pack tomnootjes, tomrepen. Hij is er helemaal gek van. Nou, en die zijn, even kijken, per stuk 99 cent. Dan de voor mezelf de gezichtreiniging borstel. En dit is een zachte side aan deze kant. En deze is een siliconen brush. Je kan je make-up ermee afwassen. En tevens ook masseren je gezicht. Dus die voor mezelf genomen. En die was voor 1,49. Dan heb ik van Cosmopolitan deze haarborsteltje. Die dus ook in het make-up tasje makkelijk mee kan. Ik maak hem even meteen open. Als ik hem open krijg. En kijk, hoe ziet hij eruit? Nou, dat is een vorm van een schelp in de rosé. Oh, nou, dat is hem dus. Nou, oké. Hij zit goed in je holte van je hand eigenlijk. Vandaar dat modelletje. Nou, dus die kan gewoon meteen in mijn make-up tas. En even kijken, hoeveel was die? Hij was voor 1,98. Ik zit even hier meteen dit uit. Dat is dat gekocht. Dan heb ik karamel. Dit zijn de sesambarrepen. Dit zijn de
karamelbarrepen. Ze zijn allemaal gebroken, maar goed. 1, 2, 3. 6 stuks ook voor mijn partner, die er helemaal dol op is. En even kijken, wat zijn ze? 39 cent per stuk. Dan heb ik deze. Even kijken, unicorn princess of the house blanket gekocht voor one size. Zo, so, princess of the house, soft and cozy. Zo ziet hij eruit. Met wandjes eraan. Nou, ik als klein kleur, kou kleur, kan ik goed gebruiken. En die was voor 5,95. Dan waarvoor ik ging, deze kaarsen. Voor buiten natuurlijk, zoals ik ook al in mijn vlogs heb vermeld. Ik heb er 2, 4, 6, 7 stuks gekocht. En even kijken. Ze zijn per stuk voor 1,65. Ik heb er 7. Dan zag jullie ook in mijn vlog voorbij gaan. Nou, hij is super. Ik kan iedereen aanraden. De ruitenwisser, de ijzer, die ijzer. 'S avonds vriest het zoals jullie merken en je spuit het erop echt. Gewoon ideaal. Geen krap bij nodig. Dus mijn partner wou er ook in. Dus voor hem ook eentje genomen. En die was weer... 1,45. Dan zag ik deze snoepjes. Ze zijn de Berry Gummy Candy with Fruit Flavor. Leek me lekker. Ik had er trek in. En die was maar voor 89 cent. Ook voor de ramen van het restaurant heb ik deze. Want deze keer heeft Traumas Action het niet. Het staat alleen maar deze. En een beetje over de ramen te verdelen. Die gebruiken. En die waren voor 59 cent per stuk. En dan heb ik als laatste deze Betty Jade Roller. Voor de Juicy Dark Silkers are under ice. Extremely relaxing. Stimulate blood. Improves skin elastic. And helps absorb cream. Dus het is voor de, dark, de donkere kring onder je ogen. Het geeft een relaxed en rustgevend effect op je gezicht. Het stimuleert de bloedomsloop en het, de elastische skin rek beïnvloedt het ook. En het, als je een crème hebt opgesmeerd en je gaat er overheen, dan gaat het veel sneller, trekt het in. Dus de Betty Roller. Die. En dan ziet hij erin. Het is van jaren staat er. Nou. Ik ga bij de hand. Zo ziet hij er dus uit. De grote kant is denk ik voor de grote oppervlakte en de kleine is voor de andere, zoals er vermeld staat. Nou, het is trouwens heel cool. Die gaat ook meteen in het make-up tasje. En bij de hand natuurlijk. En even kijken, dat was het dan. Ja, ben er doorheen. Nou, ik heb nog thuis liggen van Black Friday, wat ik vrijdag bij TK Maxx Store in Osdorp had gekocht. Heb ik ook nog een paar spullen. En in de Osdorpplein bij een winkeltje had ik ook een schoenen gevonden en een jurkje voor de kerst. Daar komt nog een vlog van. Bij deze, dit was de Action Vlog en... Hoop dat jullie hebben genoten en tot snel. Take care.